Wist je dat we in Nederland gemiddeld 4 keer per week op de fiets stappen? Voor school, werk of de boodschappen? Maar vooral ook als hobby of om fit te blijven. Hou je nou van lekker doorfietsen of van lange toertochten door verschillende landschappen? Dan is een e-bike echt iets voor jou. Van een kwaliteitsfiets kun je natuurlijk veel verwachten. Ideaal is een e-bike met een motor met de nieuwste techniek. Een schakelsysteem met veel innovatie en onderdelen die naadloos en soepel samenwerken. En natuurlijk is ook de soepele trapondersteuning erg belangrijk. Of je nu door de stad fietst of door de duinen. De EP6 motor van Shimano biedt krachtige ondersteuning voor gerenommeerde fietsmerken. Meer dan 100 jaar ervaring van Shimano zorgt ervoor dat jij en je e-bike ongeëvenaarde prestaties kunnen neerzetten. Waar dan ook en op welk terrein. Ik vertel je er graag wat meer over. Kom je mee? Of je nu recreatief fietst of als sportieve uitdaging. Schakelen naar een andere versnelling kan ongelegen komen op uitdagende momenten. In combinatie met een schakelsysteem zoals de Qs DI2 of de Deore XT DI2 gebruik je voortaan de Free Shift modus. Het systeem schakelt soepel omhoog en omlaag zonder dat je hoeft te trappen. Ideaal tijdens een snelle afdaling. Kies je voor gebruiksgemak, dan is er nog een andere premium functie. De Auto Shift techniek. Aan de hand van de intelligente sensoren en secuur afgestelde mechanismes schakelt je fiets zelfstandig naar de optimale versnelling. Jij hoeft je dan alleen maar te focussen op de omgeving. Kijk, als je een e-bike gaat kopen, zijn er een paar dingen waar je op moet letten. Zo is het, net als bij een gewone fiets, belangrijk dat het frame en het zadel goed bij je postuur past. Maar omdat het een elektrische fiets is het ook handig om na te denken over bijvoorbeeld de accuduur en hoe snel de accu oplaadt. Maar wat echt een verschil gaat maken, is de motor. Wat we op deze fiets hebben, is de EP6 motor van Shimano. Hij is erg compact en erg licht, namelijk maar 3 kilo. Maar toch geeft hij een koppel van 85 Newtonmeter. Het koppel is eigenlijk wat de draaikracht van de motor is. En hoe hoger het koppel, hoe krachtiger de motor. Hier hebben we dus echt een krachtige motor. Wanneer je kiest voor een e-bike, dan doe je dat omdat je gemakkelijk en soepel kan fietsen. Een extra duwtje in de rug. De EP6 motor heeft daarom 4 ondersteuningsniveaus. 3 om mee te fietsen, namelijk Eco, Trail en Boost. En 1 om mee te lopen, Walk. Dat is extra handig, want elektrische fietsen zijn vaak wat zwaarder. Daarom is die ondersteuning best wel gewenst. De Eco-modus is er zodat je zo ver mogelijk kan fietsen op 1 accu. De Trail-modus is voor wat ruiger terrein en onverharde paden. En de Boost-modus is als je echt veel ondersteuning wil hebben. Voor ik het vergeet, je kan trouwens ook je fiets koppelen aan de eTube Ride app. Dit is een hele handige applicatie waar je je persoonlijke fietsrouteplanner hebt en waar je al je statistieken in de gaten kan houden, zoals snelheid, maximumsnelheid, gereden afstand. Dit is echt een super handige manier om zo al je gegevens over het fietsen bij de hand te houden. Kies je voor de Shimano EP6 serie, dan kies je voor een krachtige motor, slimme sensoren en de nieuwste techniek. Dit vormt samen het Shimano ecosysteem en voor jou de ideale e-bike.